allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag voor het eerst sinds 10 maanden of zo weer een keer een samenwerkingsvideo. Dus een betaalde samenwerking, een campagne. En ik ben zelf heel erg enthousiast, want ik heb niet vaak campagnes, omdat ik niet altijd campagnes even leuk vind. Daarbij heb ik ook niet superveel dat ik doe van, oh, ik krijg zoveel aanbiedingen, dat ook niet hoor. Heel vaak is het uit het buitenland, dan denk ik, ja, maar ik snap het niet. En vaag, en dit en dat, bla bla. Maar nu had ik een hele leuke aanvraag van Rebuy en ik wilde dit echt doen. Eerst dacht ik, elektronica. Ze begonnen over een Apple Watch en dat soort dingen. Toen dacht ik, nou, dat is niet echt iets op mijn kanaal. En toen zag ik dat deze website ook iPhones verkoopt. Ik ga straks allemaal meer vertellen hoor. Toen dacht ik, oké, dit vind ik juist heel tof om te testen. Want als ik zo'n website zou zien en ik zag voor 200 euro een iPhone die belooft helemaal goed te zijn, zou ik het nooit durven kopen. Het is nu ook een Nederlandse site, maar toch, het komt uit het buitenland en ik zou het niet vertrouwen. Dus ik dacht, veel te leuk om dit te gaan testen voor jullie. Ook omdat ik natuurlijk een kanaal ben. Ik test best wel vaak dingen. Ik heb ook een serie Blitz test. Maar ik test voornamelijk natuurlijk dingen met kleding en eten. Maar ik dacht, het is echt mega leuk. En het allerleukste is dat ik dus... ik krijg dus geld voor deze video. Om even open en eerlijk weer te zijn. En ik krijg ook een iPhone, maar die mag ik niet zelf houden. Maar die mag ik dus weggeven. En omdat ik natuurlijk niet een mega groot kanaal ben, heb je op zich best wel gewoon kans om dat te winnen. Ik weet niet hoeveel mensen ermee gaan doen. Maar doe vast even je duimpje omhoog als je het leuk vindt. En dan ga ik nu gewoon helemaal beginnen met de video, alles uitleggen. Open haard zit aan. En yes, ik heb er echt heel erg veel zin in, want ik heb hier een pakket liggen. Van Rebuy dus. En ik maakte het open. Toen dacht ik, oh, ik moet het nog niet openmaken. Dus ik heb er nog niet naar gekeken en ik ben mega benieuwd. Let's get started. Oké, eventjes een beetje voorgelezen en vertaald vanuit het Engels. Maar wat het doel van Rebuy is, waarom ze mij vragen om deze video te maken, is omdat ze wat meer bekendheid willen voor hun merk en de service die zij bieden. En ze willen benadrukken dat ze dus echt high-tech producten hebben. Dus telefoons, camera's, consoles. Dat zijn denk ik gamecomputers. En ik ga dus in deze video uitleggen hoe Rebuy werkt. En waarom dit dus zo fantastisch is. En waarom dit veel chiller en beter kan zijn dan een iPhone opnieuw te kopen. Want ik heb deze iPhone. En ik mag in... hoe heet het? In april verloopt mijn abonnement. En ik betaal 50 euro per maand. Dit is een iPhone SE, hè? Dus heel veel mensen denken dat dit een hele oude iPhone is. Maar deze kwam volgens mij na de 6. Alleen dit is het formaat van de 5. En ik vind zelfs een grote niet zo heel erg chill. En deze iPhone heeft gewoon nog geen kuur of wat dan ook. Terwijl ik dat normaal altijd heb. Dus ik ben hier heel blij mee. Het enige wat ik mis is eigenlijk de camera die iets beter is met portretfunctie en zo. Dat heeft hij niet. Maar... ik heb ook de roze, alleen hij ziet er nu echt niet uit. Ik had hem misschien even moeten schoonmaken. Bah. Maar die heb ik dus ook gekocht om te vergelijken. Dat is juist het leuke hieraan. Voor het milieu is het natuurlijk super eco-friendly om een telefoon te refurbishen. Om een refurbished iPhone te kopen of een refurbished iets te kopen. Want ja, je herbruikt iets. Tweedehands dingen zijn natuurlijk altijd top. En wat het leuke is aan refurbished is natuurlijk dat het weer als nieuw wordt gemaakt. Dus het is niet zo dat jij nu mijn tweedehands iPhone zou kopen. Maar er zit echt nog iemand tussen, een bedrijf, die het dus weer als nieuw maakt. Dus dat is heel erg tof. En op de site heb ik ook gekeken. Ik was heel verbaasd. Heb je dus verschillende prijskategorieën. Ik ga dat straks even laten zien. Ik ga even naar mijn telefoon dat opnemen als ik dat kan. En dat in beeld doen. Je kunt natuurlijk ook zelf kijken. Maar je kunt dus een telefoon met krasjes, lichte krasjes, ernstigere krasjes, of dat hij er als nieuw uitziet. En allemaal verschillende prijskategorieën. Dus dat vind ik gewoon heel erg vet. En ze willen dus heel erg benadrukken dat ze echt hoge kwaliteitsproducten verkopen. En dat je 36 maanden garantie hebt. Dus daarom bedoelde ik van, als ik dit hoor zou ik denken, dit is te mooi om waar te zijn. Ik heb trouwens ook een kortingscode. Ik weet nog niet precies wat die is, maar die staat in de beschrijving. En het is juist ook echt geldig op Black Friday. Want het is dus vandaag Black Friday. Dus dat is heel erg leuk. En dus ze hebben al goedkope prijzen. En ik heb dus nog een code voor jullie. Ze hebben trouwens ook gratis verzending. En 21 dagen om het product terug te sturen als je het niet leuk vindt. Purchase of high-tech products for fixed price. Dus het belooft zoveel, dus ik ben zo benieuwd. En de mensen waren zo aardig, dus ik vertrouw ze nu al helemaal. Maar toch moet ik het nog gaan testen. Ik ga nu gewoon mijn eerlijke mening geven natuurlijk. Link naar Rebuy staat trouwens ook in de beschrijving, kun je zelf kijken. Ik maak heel even mijn iPhone schoon, want het is natuurlijk wel niet echt mooi om te vergelijken. Oké, nou dit is mijn iPhone die dus bijna 2 jaar oud is. Nou, iets meer dan 1,5 jaar. Ik was een beetje dom, want ik had dus de eerste dagen geen hoesje erop. En ik heb een screen protector erop, maar die zal ik straks misschien even afhalen. Om te kijken van ja, hoe die van mij er nu uitziet. Ik laat hem op zich best wel vallen, maar ziet er gewoon, oh mooi, echt nog best wel goed uit. Mijn scherm. Oké, ik klik op kopen. Dit is echt dus een Nederlandse versie. Black Friday Super Sale eindigt over 3 dagen. Oké, top. iPhone 7, 128 GB zwart. Zie je, het is echt vet goedkoop. Nu ga ik een
Apple-categorie kiezen. Categorie. Hier zie ik dus al iPhone 6, 64 gig voor 206 euro. Maar dit is dus de iPhone SE. Even kijken. Zal ik hem nog even uit gaan halen? Oké. Oh, dit is zo'n pinnetje waarmee je je simkaart erin kan doen. Zo ziet het eruit. Jongens, ik vind het spannend. In een soort van plakte. Oh, ik heb hem nu al. Oh my god. Er zit natuurlijk geen beschermhoesje op. Dus ik moet heel voorzichtig zijn. Want even jullie gaat deze winnen. Oh my god, er zit geen één krasje op. Ik heb wel die... Oh, dit is een gouden. Dit is niet normaal. Deze lijkt gewoon nieuw. Hoe dan? Jongens, jullie moeten dit even bekijken. Oké, het is nu... Er zit niet serieus, dus er zit geen krasje op. Kijk dan. Helemaal. Als nieuw. Wow. Gaaf. Oké, er zit een oplader bij. Van Apple. Ik ga even uitzoomen hoor. En een oplader in zo'n zak. Verder geen boekje, geen doosje, dat soort dingen niet. Zou ik hem moeten opladen, denk je? Of is hij denk ik al opgeladen? Dat weet ik niet. Ik krijg hem toch niet nu dat ik hem nog moet opladen. Oh nee. Ik had hem dus moeten opladen. Oh, het enige waarbij ik nu zie dat hij dus niet nieuw is. Is omdat hij hier een klein beetje zo'n bruin randje zit. Oké, jongens, nou, ik moest hem dus opladen. Ik ga hem even mijn eigen opladen, want deze is lekker erin. Hij laat nu op. Oké, dan gaan we ondertussen even verder naar de website kijken. Oké, dit is dus een iPhone SE. Maar ik weet dus niet hoeveel gigabyte. Ik denk 16 in het goud. Even zoeken. iPhone SE. Dit is 64 gig in het goud. Het staat er ook niet op bij deze iPhone. Nou, laten we even kijken naar die. Deze is in de sale. Zien jullie dit? Sale. Maar ik zie dus dat 16 gig is 190. 64 gig is maar 220. Ik klik even op die goedkoopste. 16 gig. Conditie kiezen. Kopen zonder risico. 3 jaar garantie niet goed. Geld terug. Op kwaliteit getest. Kijk, hier zie je dus. Als nieuw. 226 euro. En ik betaal 50 euro per maand, hè. Informatie over de condities. Oh, hier zie je precies, zeg maar, als je als nieuw klikt, dan betekent het dit. Zeer goed. Dus je ziet precies wat het inhoudt. Oké, dat vind ik echt super goed. Heel duidelijk. Ik heb geen vragen als ik dit zie. En de duurste is dus 226. En ze hebben hier dus alleen maar goed als slechtste. Dat is 192. Ik heb ook sterk gebruikt. En die is er nu dus niet. Oké, super chill. En ik heb dus wel een als nieuw gekregen voor een van jullie. Kan ik hem nu al aanzetten? Nee, nog niet. Oké, ondertussen nog even kijken wat belangrijk is om te vermelden. Ze zijn gestart in 2009. Ze zijn een European leader for e-commerce. Ze opereren in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Engeland. Elk product ondergaat een persoonlijke kwaliteitscontrole. En je krijgt een 36 maanden garantie op alle producten. Ik ga gewoon ondertussen vast wat over de winactie vertellen. Want ik denk dat je sowieso wel die iPhone zou willen winnen. Willen jullie niet deze? Dan krijg ik de nieuwe. Die ziet er zo mooi uit. Het heeft trouwens, ik wou ze gaan vergelijken naast elkaar. Maar het heeft geen zin. Want die ziet er gewoon als brandnieuw uit. Maar ik ga hem straks natuurlijk even aanzetten. Ik ga dus een foto maken en op mijn Instagram plaatsen. Die staat dus nu online. Daarbij staat dat het over de winactie gaat. En dat zie je ook. Je moet... 2 vrienden taggen onder die foto. Je moet Rebuy volgen op Instagram. En mij volgen op Instagram. En natuurlijk de foto liken. En deze video liken. En onder deze video reageren dat je meedoet. Ik zal het nog even in de beschrijving zetten. En op Insta Story ga ik de winnaar bekendmaken. Dan heb ik natuurlijk ook de vouchercode mocht je niet hebben gewonnen. Je kunt dus echt voor heel weinig geld een telefoon kopen wat vet chill is. En wat dus zo mooi is, is dat je dus producten kunt kopen voor 50% korting zeggen ze. Maar dit is echt meer dan 50% korting. En wat dus daarbij meestal komt, is dat je garantie dan niet zo goed is. En hierbij heb je dus gewoon 36 maanden garantie en 21 dagen het recht om het dus gewoon terug te sturen. Dus
Amazing. Ja, dit is ook nog wel belangrijk. Rebuy is dus niet een soort van marktplaats waar mensen privé iets kunnen verkopen en privé iets kunnen kopen. Maar er zit dus echt iemand tussen. Dus je hebt niet dat risico met het geld, met het betalen, is het product wel goed? Dat heb je dus gewoon niet. Je hebt gewoon die garantie. Ik zou niet een iPhone op marktplaats kopen. Ik heb dat volgens mij een keer gedaan over Ruben en dat was echt een drama. Dus dat is zo chill dat er gewoon professionals naar kijken. En ik snap niet hoe ze het voor zo weinig geld kunnen doen als ik eerlijk ben. Dus het is zo dat als jij iets verkoopt, dan koopt Rebuy dat dus ook van jou. En dan gaan zij het dus maken en verkopen zij het waarschijnlijk voor meer door. Maar het zit dus altijd Rebuy tussen. Echt een geniale dinges. Geniaal bedacht gewoon. En het feit dat ze je zulke lange garantie bieden, geeft ook wel aan dat ze gewoon helemaal achter hun producten staan. Dus en het is 100% veilig betalen en verzenden. Gewoon garantie ook daarop. Dus ik wil nu gewoon die telefoon bekijken. Kan die nou aan of niet? Stel dat die telefoon nu niet aangaat. Hij gaat aan. Ik dacht ik ondertussen pas even de foto maken, maar hij gaat aan. It's going on, baby. It's going on. No simcard. Ik kan toch wel zonder simcard? Ik wil ook niet te veel erop doen, want iemand... Oeh, contour. Wow, een beetje veel. Hij typt heel lekker gewoon. Helemaal goed. Het voelt echt alsof ik een nieuwe telefoon in handen heb. Ik weet niet waarom die lekkerder voelt dan deze. Maar het voelt gewoon heel lekker. Ik ben nu even met wifi aan het verbinden. Ja, wat gebeurt er als ik mijn simkaart hier nu in doe dan? Geen simkaart geïnstalleerd. Oké, nou, ik ga mijn simkaart er maar in doen, jongens. Ik weet ook helemaal niet of ik dit nou moet doen of dat ik het nu niet moet doen. Maar je wil natuurlijk wel gewoon even weten of die telefoon goed is. Oeh, oké, nu zit mijn simkaart er dus in. Hé, het is een ander beeld. Hij lijkt nieuwer. Misschien is dat ook wel zo, hoor. Ga door. Laat je vinger. Maar dat wil ik niet. Oké, nou... Oké, ik doe gewoon 0000 als code. Jongens, ik ga mijn simkaart eruit halen, want ik vind het een beetje raar dat ik nu... Dit ga ik zeg maar even niet doen. Deze telefoon is gewoon helemaal goed, dat is overduidelijk. Hij ziet er ontzettend goed uit. Ze bieden mega garantie, dus als hij niet goed is, dan hoor ik het wel van de winnaar. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit niet helemaal goed is. Hij werkt gewoon helemaal goed, helemaal top. Kan niet anders. De camera ziet er echt helemaal clean en top uit. Dus dit is gewoon super. Anders zouden ze dit natuurlijk ook niet doen. 36 maanden garantie. Ik heb gewoon nu gezien dat hij er fantastisch uitziet. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En dat hij gewoon super snel werkt. Ik ga hem uitzetten. Hij werkt super goed. Hij is helemaal goed. Ik bedoel, je kunt een iPhone winnen. Dus ik weet zeker dat je iets hebt van... I don't care. Geef mij die iPhone. Ik ben helemaal tevreden, enthousiast. Kijk gewoon even op de website. Ga even op Rebuy kijken. Als je PlayStation, Apple, iPhone. Ik ben echt heel erg enthousiast over de service. Hij was er ook super snel en top. Dus kijk even op de site. Ga naar mijn Instagram voor die winactie. Ik hoop dat je meedoet. Ik hoop dat je wint. Er is natuurlijk maar één iPhone. Maar ik vond het wel leuk om weer een keer een winactie te doen. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Om eventjes gewoon op deze manier kennis te maken met een nieuwe website. Ik vond het heel erg leuk. Doe zeker mee. Doe even je duimpje omhoog als je meedoet of als je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie weer volgende week bij een nieuwe weekvlog. Doei!